Het nieuwe laboratorium is de nieuwste lood aan de stam van de afdeling radiologie. En waarom hoort het bij de radiologie? Omdat het radioactieve tracers gaat produceren die wij gebruiken bij de diagnostiek met de PET-CT-camera's. Onze nieuwe GMP radiofarmacie faciliteit zijn wij als instituut uitstekend toegerust om het thema Personalized Medicine, thema dat hoog genoteerd staat op de nationale wetenschapsagenda, te bedienen. Wat we gaan doen is dat we radioactieve tracers gaan produceren die nog niet commercieel verkrijgbaar zijn. Dus het gaat ook vooral om tracers die we gaan toepassen voor research en ook voor de reguliere patiëntenzorg. Met name ook om te zorgen dat we voorop kunnen lopen met patiëntenzorg. In het lab komen eigenlijk twee producten die het belangrijkste zijn. Ten eerste de radioactiviteit. Dat is bijvoorbeeld fluor 18. Dat is een radioactief isotoop. En daarnaast komt er ook een precursor in. Dat is een molecuul waaraan de radioactiviteit wordt gebonden, zodat die radioactiviteit uiteindelijk in het lichaam van de patiënt naar de juiste plaats gaat. Onze jonge lieden moesten natuurlijk opgeleid worden om in dit lab te kunnen gaan werken. Onder GMP-condities, dat is natuurlijk allemaal niet eenvoudig. En collega Windhorst uit de VU is zo gastvrij dat hij onze mensen daarbij helpt. En ik feliciteer de collega's in Leiden, LOMC, afdeling radiologie, met een mooie nieuwe faciliteit. De derde academische faciliteit onder GMP-condities radiofarmaca te maken. En hopelijk gaat ze dat snel lukken om ook hun patiënten beter te helpen. Als wij iets moeten maken, dan gaan we hier samen met onze radioactieve isotoop naar binnen. En die precursor waaraan die isotoop gebonden moet worden. Dan gaan we hier eerst de productie doen. Het lab hiernaast wordt de uitvul gedaan. En dan vullen we het uit in spuiten. Dus dan kunnen we voor meerdere patiënten een spuit maken. Dan die spuit gaat naar de doorgeefkast. En die wordt nog gecheckt op kwaliteit. Mijn rol als apotheker is dat ik garant sta voor de kwaliteit van het product. Dat begint bij het inkopen van grondstoffen bij betrouwbare leveranciers. Vervolgens het inkeuren om te kijken, hebben we gekregen wat we besteld hebben. En dan moet alles volgens de richtlijnen in elkaar gezet worden. En controleren we het eindproduct nog eens een keer op het gehalte bijvoorbeeld, maar ook of het microbiologisch zuiver is. En pas als alle resultaten akkoord zijn, wordt het vrijgegeven en kan het voor de patiënt gebruikt worden. Het komende jaar zullen we bezig zijn met dit proces. En voor mij is dit dus een tussenmijlpaal. Het opleveren van de bouwkundige faciliteit is stap 1. En nu begint een grote klus om al het validatiewerk rond te krijgen. En we hopen dan toe te werken naar een certificatie. Dus iedereen die staat te popelen om samen met ons nieuwe tracers te gaan ontwikkelen, wil ik zeggen, nog even geduld AUB, want we zijn nog even bezig. Het maakt het helemaal bijzonder in combinatie met onze nieuwe PET-CT-scanner die in september jongstleden geïnstalleerd is. Want deze nieuwe PET-CT-scanner is toegerust met de meest sophisticated digitale detectortechnologie. Deze digitale PET-CT-scanner is bij uitermate geschikt om de tracers die uit het GMP-lab komen te valideren voor hun correctheid voor klinisch gebruik. En daarmee kunnen wij een ultrahoge resolutie bereiken. We kunnen vlotter scannen bij een lagere stralingsdosis voor de patiënt. En bij de ontwikkeling van nieuwe theranostics en companion diagnostics is het heel belangrijk dat wij bij deze hoge sensitiviteiten kunnen gaan scannen om probeconcentraties in de nano- en picomolar range te kunnen meten. Ik ben buitengewoon blij met de opening van het GMP radiofarmacielab op onze afdeling. Het is een hele belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden die wij op onze afdeling hebben.
Het is een enorm instrument om de ambitie van de nieuwe nucleaire geneeskundeclub die we hebben, om die te vergroten. Het maakt dat wij veel specifieker en sensitiever nog diagnostiek kunnen gaan doen in de toekomst. En daar gaan alle klinische afdelingen van het ziekenhuis geweldig veel plezier aan beleven. Hebt u ideeën voor onderzoeken met nieuwe PET-tracers? Neem contact met ons op, want we denken graag met u mee. Het ontwikkelen van tumorspecifieke imaging probes voor tumor imaging is van groot belang voor betere selectie van patiënten voor operaties, grote oncologische operaties aan bijvoorbeeld de alvleesklier of de lever. De combinatie met beeldvorming preoperatief en intraoperatief met bijvoorbeeld technieken als fluorescentie is van groot belang en we kunnen nu eindelijk met hulp van het lab een heel mooi project starten in samenwerking met Stanford University, waar we nieuwe tumorspecifieke imaging tracers ontwikkelen die we zowel voor de operatie, dankzij het GMP-lab, als ook tijdens de operatie kunnen toepassen om mensen nog beter, radicaler en veiliger te opereren. Bij patiënten met prostaatkanker is het zo dat op het moment dat je voor het eerst de diagnose stelt, er gelukkig sprake is van ziekte die beperkt is tot het orgaan waar het dus in ontstaat, de prostaat zelf. De meeste mannen zullen vervolgens worden geopereerd of bestraald en bij de meeste mannen zal het ook goed gaan daarna. Helaas is het zo dat bij ongeveer 1/3 van deze mannen er toch tekenen zullen zijn van terugkeer van de ziekte. Dat verraadt zich heel vaak doordat we een hele goede merkerstof hebben in het bloed, PSA geheten. En dat na dus de initiële behandeling, als dat PSA gaat stijgen, dan weten we eigenlijk dat er opnieuw prostaatkankercellen actief zijn in het lichaam. Tot voor kort hadden we eigenlijk geen goede mogelijkheid om vast te stellen waar die prostaatkankercellen zich precies bevonden, als we dus dat klein beetje stijgen van het PSA hadden gezien. Tegenwoordig hebben we de beschikking over een geheel nieuwe PET-scan, genaamd de PSMA-scan, ontwikkeld in Duitsland, in Heidelberg. En er is heel veel opwinding over ontstaan, maar ook heel veel enthousiasme, omdat we voor het eerst veel beter in staat zijn om die plekken waar het om gaat te detecteren. En dat is nu net heel belangrijk voor het kiezen van de juiste behandeling voor de juiste patiënt. In het onderzoekslab van de urologie zijn we vooral geïnteresseerd in de mechanismen van tumorprogressie en metastasering bij urologische maligniteiten, met name prostaat- en blaaskanker. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe therapie voor deze type tumoren en ook of we op een slimmere manier die geneesmiddelen met behulp van nanodeeltjes naar de tumor kunnen krijgen. Vanuit kliniek is er ook een grote behoefte aan het verbeteren van de diagnostiek van patiënten met prostaat- en blaaskanker. Dus het op een slimme manier imagen van deze tumoren zou heel erg welkom zijn. Vandaar dat we het ook een prachtig vinden dat er een GMP-lab van de urologie komt. Want onze doelstelling is om eigenlijk twee producten te ontwikkelen. Eén product samen met professor Liouvé de Geus-Oei zal gaan over het specifiek aantonen van prostaattumoren en hun uitzaaiingen met behulp van een PET-tracer. En het andere zal zijn dat we op een slimme manier met nanodeeltjes chemotherapie kunnen geven aan prostaatkankerpatiënten en dat we dat ook heel mooi kunnen volgen met behulp van diverse tracers. We hebben natuurlijk veel patiënten die behandeld worden met chemotherapie, immunotherapie, targeted therapie. Op dit moment gebruiken we daar de gewone radiologische onderzoeken voor, meestal CT-scan, en besluiten we na 2 maanden, 3 maanden of een behandeling werkt of niet. Hoe mooi zou het zijn als we veel eerder in dat traject een uitspraak daarover kunnen doen, om in ieder geval patiënten bijwerkingen te besparen, het effect eerder te kunnen voorspellen en de toxiciteit eerder te monitoren en te behandelen. Ik stel me zo voor dat we met de nieuwe samenwerking en het nieuwe lab, eventueel met nieuwe tracers, patiënten ook eerder kunnen vertellen of een behandeling werkt of niet. Desnoods, als het werkt, eerder kunnen stoppen als we een hele goede metabole respons zien. En daardoor kosten kunnen besparen, uiteindelijk ook voor de patiënt en voor de maatschappij. Een heel, heel mooi toekomstbeeld zou zijn als we met speciale tracers ook toxiciteit vroeg kunnen voorspellen om het
te behandelen en mensen uiteindelijk ook hun kwaliteit van leven kunnen behouden. Het zeldzame aspect van de endocrine tumor is dat ze biologisch een heel apart gedrag hebben. Ze brengen hormoonreceptoren tot expressie en die kunnen we gebruiken voor targeted therapieën, zoals we dat noemen. En daarvoor is het essentieel dat in dit huis een laboratorium is wat de zogenaamde targeted isotopen kan maken, die essentieel zijn om het goed te kunnen screenen en diagnosticeren van onze patiënten met zeldzame ziekten. Zo hebben we echt een unmet need om specifieke isotopen zoals het gallium dotataat en dotatoc, maar ook het DOPA fluor gelabeld, als ook het methionine PET-scan voor specifieke patiëntengroepen zoals hypofyseadenomen, maar ook patiënten met endocrine tumoren van de buik in het kader van een genetisch endocrine tumorsyndroom, om die goed te kunnen screenen en dan ook goed te kunnen behandelen. Ik ben heel erg blij met de opening van dit nieuwe lab, omdat het nieuwe lab tracers maakt die ons in staat stelt het hart en de hartspier goed in kaart te brengen, waarbij we de ziektebeelden goed kunnen weergeven. Dit is heel erg belangrijk voor de behandeling van de patiënt. En ik zie daarom ook heel erg uit naar een nieuwe samenwerking, waarbij we deze tracers voor de PET, de PET-CT, kunnen gebruiken. De nucleaire geneeskunde is bij uitstek een vak wat in staat is om weefseleigenschappen vast te stellen met tracers, terwijl het weefsel nog in het lichaam aanwezig is. Niet alleen de weefseleigenschappen, maar ook de veranderingen die het weefsel, zowel het zieke als het gezonde weefsel, ondergaan op behandeling, kunnen wij hiermee vervolgen om hiermee de behandelingen van de patiënten te verbeteren. Mijn eigen interesse liggen met name in neuroendocrine tumoren, maar ook het vervolgen van behandelingen waaronder protonentherapie bij hoofd-halstumoren. In een zojuist goedgekeurd FENI-project wil ik de behandeleffecten van protonentherapie op weefsel bestuderen. En hiervoor heb ik radiofarmaca nodig die bijvoorbeeld in ons nieuwe GMP-lab gemaakt kunnen worden. Dit zullen radiofarmaca zijn die gelabeld zijn met gallium, fluor en misschien zelfs in de toekomst voor behandeling ook met lutetium. Sinds enkele jaren zijn we zeer geïnteresseerd in het activeren van bruin vet als een nieuwe methode om hart- en vaatziekten en diabetes tegen te gaan. Sinds 2009 weten we pas dat bruin vet actief is in de mens en wel vanwege de PET-CT-methode waarbij radioactief glucose wordt geïnjecteerd. Dat is de gouden standaard op het moment, maar helaas niet de beste manier om bruin vetactiviteit te meten. En daarom zijn we erg geïnteresseerd om nieuwe tracers te ontwikkelen, samen met de nucleaire geneeskunde. En wel om vetgebaseerde tracers te maken in plaats van glucosegebaseerde tracers. Nou, ik hoop dat we met dit nieuwe lab dit uiteindelijk kunnen gaan realiseren om tot een nieuwe gouden standaard te komen voor bruin vetactivatiemetingen in de muis, maar ook in de mens. In samenwerking met het LUMC onderzoeken wij de oorzaken van de verhoogde risico's op psychose bij mensen met autisme. We hebben daar ook een hypothese over. Wij vermoeden dat sociale uitsluiting de dopaminehuishouding in het brein verstoort. Dat sociale uitsluiting ertoe leidt dat mensen te veel dopamine gaan aanmaken. En daarom gaan we dus mensen met autisme, die nog niet psychotisch zijn, vergelijken met gezonde mensen. En wij vermoeden dat die mensen met autisme, ook al zijn ze nog niet psychotisch, al een beetje te veel dopamine aanmaken dan de gezonde persoon. Voor de levering van de F-DOPA, dat is de radioactieve isotoop die we voor dit onderzoek nodig hebben, zijn we afhankelijk van leveringen elders. En het zou heel fijn zijn als die F-DOPA in de toekomst in het LUMC zelf gemaakt kan worden. Wij zijn als onderzoekers van de faculteit Sociale Wetenschappen veel bezig met breinonderzoek. Doordat we nu een radiofarmacielab hebben in Leiden, kunnen we ook tracers maken zoals F-DOPA. En daarmee kunnen we het dopaminesysteem in beeld brengen.
En dat is een wens die wij al heel erg lang hebben als onderzoekers hier van deze faculteit. We zijn niet alleen geïnteresseerd in dopamine natuurlijk, maar in heel veel neurotransmitters, eigenlijk alle neurotransmitters die invloed hebben op onze stemming en op onze cognitie. En een van die neurotransmitters is bijvoorbeeld het opioïde systeem. En voor het opioïde systeem is het nodig dat je een cyclotron hebt on-site. Dus we hopen dat ook de opening van dit lab het begin is van een nieuwe ontwikkeling. Duidelijk zijn dat deze nieuw geopende GMP radiofarmacie faciliteit dienstbaar moet zijn aan het gehele onderzoeksdomein van het LUMC en de regionale partners.